Goedenavond. Een beetje een andere setting dan normaal. En dat is omdat ik ook een demo wil geven, een do-it-yourself strakjes aan het einde van de video. Want in deze video wil ik het hebben over iets waar we wellicht in deze warme dagen allemaal flink mee bezig zijn. En dat is met hoe blijven we in die warmte fris. Onder andere met een goede deodorant. Ik hoop dat we die met z'n allen gebruiken. En ik weet niet hoe dat bij jou zit. Maar als ik bij mensen in de buurt kom die niet zo'n fan zijn van deo in dit weer, dan vies. Maar goed. In deze video wil ik het hebben over deodorant, over piraten en over afslanken of net bijkomen in gewicht. En vooral, wat is het verband tussen die drie? En ik hoop dat ik jullie met mijn titel een beetje nieuwsgierig heb gemaakt. Want ik heb een heel interessant verhaal, denk ik. Het is namelijk zo dat ik help dames boven de 40 om hun ideale gewicht te bereiken op een verantwoorde, gezonde manier. Met pure voeding. En zo puur mogelijk. En wat we daarbij doen is ons lichaam ontdoen van toxines. En van afvalstoffen. Nu, een van de dingen is natuurlijk heel belangrijk daarbij. Dat je niet gaat dweilen met de kraan open. En als je nu zou vragen van wat is nu de reden waarom vrouwen boven de 40 gemakkelijker bijkomen, want dat is iets waar heel veel vrouwen mee te maken krijgen, dan heb ik één antwoord en dat is piraten. En dat klinkt wellicht een beetje gek, maar ik ga het je uitleggen. Kijk, het heeft allemaal te maken met ons endocrine systeem. Ons endocrine systeem of de ons hormoonstelsel. Nu ga ik even kijken op mijn tablet. Want ik kan niet zo ver kijken of alles wel goed loopt. Maar hij staat niet aan, dus ik ga niet veel zien. Oké, later dan. Dus ik kan, als jullie nu commentaren geven, ik kan ze niet lezen zover. Dus ik ga straks even mijn iPad erbij pakken en dan gaat dat wel lukken. Nu, ik had het over piraten. Hè? Dus ons endocrine systeem, ons hormoonsysteem. Bekijk dat eens even als een oceaan. En in die oceaan zijn er boten, zijn er schepen. Dat zijn namelijk onze hormonen. Onze hormonen, dat zijn de chemische boodschappers in ons lichaam. En wat doen die boten, die schepen? Die leggen aan bij een cel. Die geven daar hun boodschap en die varen terug weg. En als zij de juiste koers bevaren, dan geven zij ook de juiste boodschappen. En dan krijgt ons lichaam dus de boodschappen die het nodig heeft. En dat kunnen boodschappen zijn over het metabolisme. Dat kan gaan over celverjonging. Dat kan gaan over je stemming. Dat kan gaan over celgroei, over weefselfuncties. Dat kunnen allerlei boodschappen zijn. En wat gebeurt er nu soms? Dat is dat soms worden die schepen overgenomen door piraten. En die piraten die hebben hun eigen boodschappen. En dat zijn niet de boodschappen die ons lichaam wil of die ons lichaam nodig heeft. Dat zijn boodschappen die er een ontzettende chaos van maken, van heel dat systeem. Dus in plaats van dat die cellen dan de juiste boodschappen krijgen van onze hormonen, krijgen ze valse boodschappen van die piraten. En hoe noemen we dat dan? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wel, bijvoorbeeld, die piraten die schreeuwen dan, die commanderen dan onze cellen van sla vet op. En dan ga je vet opslaan. En we noemen dat de endocrine verstoorders. Dus die gaan heel het systeem verstoren. Dus dat noemen we ook onze hormoonbedriegers. Dat zijn de bedriegers, dat zijn de piraten, dat zijn degenen die valse bedriegerige boodschappen geven aan onze cellen.
En helaas is het zo dat wij die piraten zo goed als niet kunnen vermijden. Want we krijgen ze langs alle kanten binnen. Via de voeding die we tot ons nemen, via de dingen die we continu elke dag aanraken. Bijvoorbeeld, gek genoeg, studies daarover tonen aan speelgoed. Ook oude kleren, ook matrassen, kassabonnetjes, kassatiketjes. Dat is iets, ik weet niet of jullie het al gemerkt hebben, maar de laatste tijd is daar redelijk wat om te doen. Dus als je zo'n kassabonnetje krijgt, je moet dat niet vastpakken. Zeg gewoon maar van, dat mag weg. Want als je het vastpakt, het schijnt enorm, enorm toxisch te zijn. Ik ga ondertussen even naar de pagina om te kijken of er misschien reacties zijn. Het was technisch allemaal een beetje ingewikkeld om het op te zetten, vandaar dat ik een beetje achterloop. Ik heb het een beetje onderschat. Oké. Voilà. Yes. Dus we hadden het over de piraten. Lieve mensen, als jullie dit interessant vinden, laat het even weten. Als jullie hier iets aan hebben. Als jullie denken van, wat is dat voor onzin? Mag je mij dat ook laten weten? Want ik kom tot mijn punt. Hoe krijgen we die piraten binnen? Hoe krijgen we die hormonale verstoorders binnen? Via de voeding, via verkeerde voeding, of gecontamineerde voeding, of gemanipuleerde voeding, of via de dingen die we aanraken. Herinner je de kassatiketjes? Vanaf nu ga je die niet meer aanraken, denk ik. Of ook via de dingen die we elke dag op onze huid smeren. De dingen die we op onze huid smeren sowieso hebben een impact. Maar vooral de dingen die we elke dag op onze huid smeren. Want onze huid is ons grootste orgaan. En wat we op onze huid smeren, dat komt ook in ons bloed. Dat komt ook in ons systeem. En via die weg krijgen we dus ook van die piraten binnen. En Facebook is mij van alles aan het vertellen en ik heb geen idee wat het is. Ik heb geen idee wat het is. Reacties zijn. Oei. Ik moet natuurlijk. Oké. Krijg ik reacties te zien hier? Yes. Ah, Jannie is aan het kijken. Hey, dag Jannie. En Marie. Dag Marie. Tof dat jullie kijken. Ook de mensen die uitgesteld kijken, van harte welkom. Ik heb het in deze video over afslanken, piraten en deodorant. En vooral de relatie tussen die, het verband tussen die drie. En dus, wat gebeurt er nu? Als je die toxines binnenkrijgt en die piraten binnenkrijgt die heel je hormonaal systeem gaan verstoren via cosmetica, daar heb ik het over. En dat is bijvoorbeeld deodorant. En deo, we gebruiken het nu allemaal massaal. We gebruiken het nu waarschijnlijk zelfs iets meer dan anders. En dat deo is al een aantal keer in de berichtgeving gekomen dat je er moet voor uitkijken. Want het wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van bepaalde kankers. Bijvoorbeeld borstkanker. En dat zou dan te maken hebben met de aluminiumzouten die erin zitten. Vandaar dat je nu steeds meer deo ziet waar duidelijk op staat zonder aluminiumzouten. Maar zo zijn er nog wel een aantal producten die er meestal in zitten. En die maken dat we ziek worden. Dat we van die piraten binnenkrijgen. Waardoor, want nu komt het, wat heeft dat nu te maken met verdikken of afslanken? Wel, het hormoon dat het meest wordt bedrogen of dat het meest in een fake vorm via die piraten ons lichaam binnenkomt, dat is oestrogeen. En oestrogeen, dat is het hormoon dat de vrouw voorbereidt op een zwangerschap. Dat is het hormoon dat ervoor zorgt dat de vrouw wat vetkussentjes krijgt. Dat is de reden ook waarom steeds meer mannen borstjes en buikjes krijgen. Onder andere omdat ze dus van die oestrogeenachtige stoffen binnenkrijgen. Onder andere via de cosmetica die ze gebruiken. Ja, mannen gebruiken ook deo. Dus het is zelfs zo dat het wetenschappelijk aangetoond is dat die piratenoestrogenen, zal ik maar zeggen, dat die veel schadelijker zijn dan een grote overmaat aan oestrogeen van jezelf. Snap je? Kun je nagaan? Dus vrouwen boven de 40, die hormonale balans die verandert sowieso.
Maar als je dus van die piraten oestrogenen erbij krijgt, ja, dan zit je helemaal verkeerd. Dus dan krijg je problemen en dan is het onder andere veel moeilijker om af te slanken. Dus je krijgt toxines binnen. Dus waarom verdik je als je een slechte deodorant gebruikt? Omdat je één toxines binnenkrijgt die zich in vetlagen gaan wegsteken. Want één van de belangrijkste functies van vetlagen is het bergen van toxines. En twee, omdat ze onze hormoonbalans verstoren, waardoor we ook weer meer oestrogeen krijgen, wat maakt dat we gemakkelijker vet gaan aanmaken. Alright? Dus twee belangrijke redenen. Dus je moet goed uitkijken welke deo je gebruikt. En laat het nu zo zijn dat ik in mijn winkeltje heb ik een deodorant die zeer goed is en die zeer vlot verkoopt. Het is een van mijn best verkochte, vlots verkochte producten. Het is prijskwaliteit echt fantastisch. En ik kan er heel veel mensen mee helpen. Ook mensen die bijvoorbeeld last hebben van irritatie van andere deodoranten, zoals mijn man. Mijn man die heeft al jaren, gelijk welke deo hij gebruikt, zelfs van bij de apotheker, had altijd jeuk en irritatie, roodheid onder zijn armen. En bij deze heeft hij dat niet en die ruikt de ganse dag fris. En dat hoor ik nog van heel veel mensen. Maar bij mij is dat niet zo. Dus ik kan mijn eigen deodorant van mijn winkeltje niet gebruiken. Ik weet niet wat het is. Ik heb het nogthans tijd genoeg gegeven. Maar bij mij slaat die heel snel om. En dan ruikt die vies. En dan, ik wil het niet. Het voelt vies. En voilà. Dus, heb ik gezocht naar een alternatief. Je moet veel water drinken, hè. Zeker als het zo warm is. Dus ik ben gaan zoeken naar een alternatief en ik heb eigenlijk in de handel, ik denk dat ik lieg niet als ik er 10 verschillende heb gekocht die allemaal voldoen aan de lijst van toxines enzovoort en ik was met geen enkele goed. Dus dan heb ik gedacht, oké, dan maak ik er zelf één. En laat dat nu gigantisch eenvoudig zijn en heel snel zelfgemaakt en met ingrediënten die je waarschijnlijk in huis hebt. Zeker als je mij een beetje volgt en je volgt mijn adviezen, dan heb je die ingrediënten bij je thuis staan. Dus ik dacht, laat ik het dan ineens ook tonen hoe je hem eenvoudig kunt maken. Eens kijken, zijn er mensen die reageren? Als je kijkt, laat het even weten. Dat is altijd tof dat ik weet wie er kijkt. Jannie is er altijd bij, hè? Dat is altijd zo tof. En Marie is ook aan het kijken, dat is ook heel leuk. Laat even weten dat je kijkt, zeg even hallo en zeg even waar je zit op een of ander gezellig terrasje of zo. Dan heb ik toch de indruk dat ik hier niet tegen mijn telefoon zit te praten. Goed, en ook als je uitgesteld kijkt, reageer even. Laat even weten dat je hebt gekeken en laat even weten wat je hiervan vindt. Of je dit wist, of dit voor jou een inzicht is wat jouw gezondheid kan verbeteren enzovoort. Want dat is het doel van deze show. Oké, wat gaan we doen? We gaan deo maken. Even af. Ja, ik heb hier een kom. Even kijken, kun je het zien? Ja, zo ga je dat kunnen zien. Wat heb ik hier allemaal staan? Heel eenvoudige ingrediënten. Ik heb baking powder staan. Baking soda. En het is belangrijk dat het een deze is. Met de arm en de hamer. Dat is de beste, dat is de puurste en dat is de fijnste ook. Dus dit is wel belangrijk. En eerlijk gezegd, ik koop die online omdat ik die in de winkels hier nergens vind. Dus echt wel een hele goeie. Wat heb ik nog? Ik heb aardappelzetmeel. Mag eigenlijk gelijk welk zetmeel zijn hoor. Maar aardappelzetmeel heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Sowieso, als je het neemt ook. En ik hou niet zo van maïs, een maïszetmeel. Dus ik heb aardappelzetmeel, maar je zou het eventueel ook met maïszetmeel kunnen doen. Wat heb ik nog? Kokosolie, die gezien de temperatuur lekker vloeibaar is geworden. En ik heb een etherische olie van lemon, van citroen. En daar ga ik het mee doen. Dus de hoeveelheden zijn de baking soda, dat is deze hier, heb ik 40 gram genomen. 40 gram. Dus de baking soda. En ik doe die in mijn kom. En dan heb ik 32 gram zetmeel. 32 gram zetmeel. Aardappelzetmeel. Het plakt al een beetje door de warmte. Voilà.
Zo. Dan moet je wel even afwegen, want de verhoudingen zijn wel belangrijk, anders dan mist het zijn doel. En dan heb ik ook nog 70. Ik doe alles maal 2 van het basisrecept. Dus 70 gram kokosolie. Dus normaal gezien is dat iets wat je met een lepel kunt scheppen. Maar gezien de hoge temperaturen nu, kan ik het gewoon gieten. Mijn kokosolie. Dus dan meng ik alles. En als je deze verhoudingen neemt, dan heb je echt, dan zit je echt goed. Dus dan meng je gewoon tot een homogeen geheel. Nu is het redelijk liquide, zoals je kunt zien. Het is echt zo, het is heel liquide. Dat is, komt natuurlijk door de kokosolie die helemaal vloeibaar is geworden. Maar kijk, het is al helemaal mooi homogeen. En wat je dan doet, is je zet het in de koelkast tot het terug wat hard wordt en tot het terug zo wat taai is. En dan kun je het gebruiken. En je kunt het dan oftewel in een potje bewaren in je badkamer. Dan is het zeker bij deze temperatuur iets vloeibaarder. Dan heb je een soort lotion die je kunt gebruiken. Of je kunt het in de koelkast bewaren. Blijft het lekker fris en is het wat harder. En kun je er gewoon zo'n stukje afnemen. Zo, ja, een brokje. En dan breng je het gewoon onder je oksel aan. En dan ben je heel de dag fris. Het is echt een super middel. Het is echt super eenvoudig en een super doeltreffend do-it-yourself dingetje. En dan wat je nog kunt doen, als je daar zin in hebt, dat is een paar druppeltjes citroen of een andere etherische olie kun je eraan toevoegen voor een geurtje. En ook omdat dat extra fris is nu en omdat dat ook extra zuivert. Citroen is iets zeer zuiverend. De kokosolie gaat ervoor zorgen dat de bacteriën die de vieze geurtjes geven, dat die zich niet kunnen ontwikkelen, waardoor die vieze geur niet ontstaat. Gaat er ook ondertussen voor zorgen dat je huid goed verzorgd wordt. En de twee andere, aardappelzetmeel en de baking soda, gaan ervoor zorgen dat het transpiratievocht wordt opgeslorpt. Dus voilà, win je op alle vlakken. Zo, eens even kijken. Ah, ik krijg een duimpje. Dankjewel. Ja, en Liesje is ook aan het kijken. Dag Liesje. Hoe is het aan zee? Oké. Super. Hebben jullie hier opmerkingen over, of vragen of bedenkingen of zo? Laat het even weten. Laat even weten wat je ervan vindt. Oh, dat ruikt lekker. Eigenlijk zou je het kunnen drinken, hè? Je zou het kunnen eten. Zo eetbaar is het. En eigenlijk is dat mijn norm. Als je het niet kunt eten, smeer het ook niet op je huid. Want het komt in je bloed, dus het komt in je cellen. En daar kan het nuttige dingen doen, zoals dit. Of daar kan het ook schadelijke dingen doen, zoals die piraten van daarnet. Lieve mensen, in deze video. Nou, Wendy is ook aan het kijken. Heel warm. Ja, Lies hier ook. Wil je de hoeveelheden nog eens laten weten? Ja, ik ga het straks ook even posten. Maar ik heb dus 40 gram baking soda. Deze. Dat is heel belangrijk. Ik heb geen percent hierop. Dat is gewoon uit ervaring dat ik weet dat dit de beste is. Het is ook de zuiverste. Dus 40 gram baking soda, 32 gram zetmeel, aardappelzetmeel of maïszetmeel en 70 gram kokosolie en dan een paar druppeltjes etherische olie, dat is een optie. En dan heb je zoiets, ja, daar kun je toch wel een aantal weken mee voort. Dus ik maak dat regelmatig en nu was hij net op, dus ik dacht, oh, dat is ideaal, kan ik daar een video over maken? Zo doen we dat, hè. Oké, wie is er nog aan het kijken? Marleen. Oh, Saida. Oh, Saida, ik ga jou een berichtje sturen. Ik heb een dierenarts gezien vandaag die jouw gegevens wil. In verband met hondjes en zo. Voilà, dus in deze video heb ik het gehad over hoe komt het dat je door het gebruiken van de verkeerde deodorant kunt bijkomen. Of dat je door het gebruiken van de juiste deodorant het gemakkelijker kunt afslanken. Met andere woorden, wat je kunt doen om minder toxines binnen te krijgen via de cosmetica die je gebruikt in het algemeen. Om op die manier ervoor te zorgen dat je vetlagen minder dik moeten zijn en dat je hormoonbalans niet zo verstoord wordt.
Dus laat mij weten wat je hieraan hebt, welke inzichten je hebt opgedaan en of je er ook zelf mee aan de slag gaat. Nog eens, ik heb een supergoeie deo voor mensen die zeggen van wat een gedoe allemaal, dat zelf maken, daar begin ik niet aan. En je wil advies over een goede deo, stuur mij even een berichtje, ik ga het met veel plezier doorgeven. Maar dit werkt voor mij fantastisch. Dus, dank jullie wel om te kijken. Eens even kijken of er nog vragen zijn. Ja, oké, prima. Een hele fijne zomeravond nog en heel graag tot een volgende video. Stel het wel en zorg goed voor jezelf. Bye bye.